Hey luidjes, leuk dat jullie erbij zijn. Truus de Mier hier. Tja, ben aan het inpakken, verpakken, onpakken, uitpakken, stapelen. Jongens, als je moet verhuizen, mij niet bellen. Echt, mij niet bellen. Inpakken kan ik goed. Daar ben ik echt heel goed in. Alleen het terugvinden waar wat dan is. Een mega probleem. Nou, in ieder geval. Er staan dus. Ik zal het jullie even laten zien. Leuk dat jullie kijken trouwens. En een nieuwe abonnees. Welkom, welkom, welkom. Hartstikke leuk dat jullie erbij zijn. Ik laat het jullie even zien, jongens. Zootje. Overal staan doosjes en dingetjes en tangetjes. En die heb ik dan weer daar vandaan gehaald en daar neergezet. En toen dacht ik, mijn pruttelpotje, ik zet dan vast even de nieuwe spulletjes erin. Die ik dus al gekocht had. Daar heb ik me dus het apenzuur naar gezocht. En waar waren ze? Ze lagen gewoon binnen nog op tafel. Ik had ze nog helemaal niet ingepakt. Snap je? Dat soort dingen. Nou, de kennel heb ik inmiddels ook weer verplaatst, want die stond aan de andere kant. Ja, de bal ligt nog even daar, want dan blijven ze zeuren wat ze willen spelen. Want nu staat die dus aan de kant van waar je uitstapt. En dat is met het oog op de in beter. Nou lag hier dus dat vijfde bed in. Dat nam een plek in. En ik gebruik dat vijfde bed niet, dus dan moet ik ergens op gaan. Wat heb ik gedaan? In plastic verpakt. En zo lang achterin de Peugeot gelegd. Ja, er liggen ook mijn sleutels op en zo. En nog een bal van onder. Het lijkt wel of er een lijk achterin die auto ligt. Nou, dus ja, ik moet er dan mijn spullen overheen doen. Nou ja, voor de rest. Even terug. Hebben we hem zaterdag gewassen, zien jullie het. Dus dat laat ik jullie even zien. Ik wilde hem zelf wassen, maar ja. Kijk, die staan dan leuk, hè. Dat is mijn derde border collie. Dus, ik draai jullie weer even om. Zo, Truus de Mier is er even bij gaan zitten. Wat wou ik nou vertellen? Ja, ik wou hem dus zelf wassen, maar ik had mijn huurder mee, Frank. En Frank die vond het zo leuk, die was lekker bezig. En die zou het dak voor me doen en ik zou zelf de rest doen. Maar ja, hij was zo lekker bezig en hij heeft hem dus gewassen en ik heb toegekeken. Maar ja, goed, ik kan hem nog vaak genoeg wassen, dus vooruit. Nou, toen zijn we zondag nog eventjes teruggegaan naar dat Porto Real, naar dat afgebrande park. Samen met Clara en haar Daisy hebben we met z'n vijven nog eventjes lekker gelopen. Zijn we ook met de camper gegaan, konden we even een bakkie doen tussendoor. Dus dat zien jullie ook nog eventjes. Dus nou ja, dat dus. En voor de rest, dan ploeg ik gewoon lekker door hier. Oké, Frank die helpt. Dan ga ik even kijken of ik erop kan komen, jongens. Oké, zo nodig denk ik. Wou zeker Frank. Dus. Maar het is ook wel nodig om jongens te krijgen. Baggervuil. En ik vind dat. Hij moet verongelukken, die man, hè. Nou, ik zou dat dus niet doen. Maar hij wel. Nou, kijk. Waarom die gewassen moest worden, jongens, kijk eens. Dat is toch niet normaal. Ik sta hier in de regen.
dat ook niet, hoor. Dat dat zo moet, waarom ze dat dan niet hoger gemaakt hebben. Ik vind het doodeng. Ik zou dat dus echt niet doen. Never. Maar ja, dat dus jongens. Dus de eerste keer dat we hem wassen, dat ik hem was. Want ik ga zo meteen de rest doen als ik niet op dat ding hoef te staan. En jullie zien jongens wat een bagger eraf komt. Oh, kijk eens. Echt niet normaal. Ik weet niet of jullie dat zien kunnen. Ik kan niet aan de andere kant staan, want dan spet ik mijn hele camera nog. Kijk, als dat dak helemaal gedaan is, de rest kan ik gewoon zelf. Kijk, lui. Ik kan niet zeggen dat het niet nodig was. Tja, nou is dit dus eigenlijk niet de bedoeling. Maar meneer Frank vindt het zo leuk om te doen dat ik gewoon de spuit niet meer terugkrijg. Dus ik zeg, vind het leuk? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Oké. Dus, ja, ik ga maar even pauze houden. Hij begint al aardig op te knappen, jongens. Nou, en nou, volgende keer moet ik dus echt die microfoon meenemen, hè. Want ik heb ze en ik vergeet ze gewoon altijd. Kijk eens. Nou, dan is het straks alleen nog even afspoelen. Ja, nou, ik vind het gewoon leuk om te doen. Ik krijg de spuit niet uit zijn handen. Dus. Nou ja, laat gaan. Ik vind het helemaal prima. Ik kan hem nog vaak genoeg wassen, denken jullie ook niet? Ah, son preciosos. Pero esa es madura, ¿eh? ¿Qué? ¿Eh? Esta es madura, ¿no? Ese perro. Esta es la más mayor. ¿Ya la son los hijos de ella? No. Oh, ik hou de film, de camera helemaal scheef. Nou jongens, we hebben wel weer een paardje uitgezocht. En het is fris, ik heb gewoon een druipneus. Maar ja, we blijven lachen. Het is hier ook zo mooi. Boeka Camino. Nee, die Boeka. Boeka. Daisy heeft dus een kip gevonden. Midden in het park. En die zit nu daar, nou weet ik niet of jullie ze zien kunnen. Ik probeer nog wat hoger te klimmen. Als die kip ze eigenlijk niet rot schrikt. Kijk, als je hier tussendoor kijkt, zien jullie dit. Zien jullie dit? Una gallina, pero no pasa nada. Gallina, no, Daisy, sí. Había gallina en el desayuno, ¿no? Kruip door, sluip door je. Prachtig. Ah. Sí, sí, sí. Mira, acá es más grande también. Sí.
van mijn grande. Ik ging. En die zijn zo lekker. Als het trofee op de pelule. Handschoenen aan, als je geplukt. Dikke handschoenen. Want deze kleine dingetjes, die groter dan gaan er wel, maar die zijn zo venijnig. En dan met schillen, dikke handschoenen aan en jam jam. Ze moeten nog wel wat rijper zijn, jongens. Lekker hoor. Oh, is lekkerder als een kiwi. Zo, Trieste Mier heeft pauze. Ik ben er even helemaal klaar mee. Dus, maar dat was die voor vandaag, jongens. Leuk dat jullie erbij waren. En ik ga lekker even douchen en even in het zonnetje zitten. Want ik heb er zo geen zin meer in. Ja, ik moet door. Het is niet anders. Maar voor vandaag vind ik het welletjes. Het vloggen gaat ook eventjes op een laag pitje, hoor, jongens. Want ik heb zoveel te doen. Alhoewel ik natuurlijk toch ook af en toe moet relaxen. Dus vet de kans dat we van het weekend dan nog wel eventjes een avontuur gaan beleven. Dat zien we dan wel. Hé, hey, dus voor nu bedankt voor het kijken, jongens. Vergeet die niet en doedels!